Bevelhebber Werner Kioasen zegt dat Suriname rekening moet houden met invloeden van grote mogendheden die hun belangen in ontwikkelingslanden willen beschermen. De bevelhebber was een van de inleiders tijdens de eerste nationale veiligheidsconferentie met daaraan gekoppeld de aanbieding van het Nationaal Strategisch Veiligheidsplan 2023 aan het staatshoofd. De legerbaas merkt op dat het belangrijk is om strategie te ontwikkelen om de grenzen te beschermen. Vanaf na de Tweede Wereldoorlog heeft CIA gedekt en soms ongedekt aantal dingen gedaan om regeringen, soms democratisch gekozen regeringen, ten val te brengen. Zo zijn we gekomen ook op het fenomeen van wat men noemde de Banana Republics. Deze republieken werden ten val gebracht om bepaalde belangen, vooral economische belangen van grootmachten, te waarborgen. Is dit ook een realiteit waarmee ons wij rekening moeten houden? Absoluut. Ja. Zij noemen het nu Greece Warfare, maar hetzelfde hebben ze gedaan decennia terug. Goed, we hebben dus gezien hoe ons environment eruit ziet, waarmee we rekening moeten houden. We staan niet te wachten op een ideale omstandigheid. En ik ben ook blij dat deze synergy van hieruit ontstaat. Omdat door samen te werken we bepaalde dingen kunnen laten overlappen. Kioasen geeft verder aan dat ervoor gezorgd moet worden dat er geen instabiliteit ontstaat in het veiligheidsgevoel en de waarborging daarvan binnen landsgrenzen. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat het belangrijk is dat de nationale veiligheid constant wordt aangepast. Vanwege het dynamisch karakter van onze veiligheid, de ontwikkelingen van onze veiligheid, internationaal, regionaal, maar ook nationaal. Maar een nationaal strategisch veiligheidsplan moet er zijn. Het is een must. Je moet een plan hebben. Het is niet zomaar een veiligheidsplan. Het is nationaal strategisch. Dat wil zeggen, alle nationale doelen die direct en indirect te maken met veiligheid, die zijn hierin aangegeven op basis van goede analyses. Het staatshoofd geeft verder aan dat het veiligheidsplan maatregelen bevat voor kort, middellang en lang termijn. De overheid weet hoe dynamisch veiligheid kan zijn en dat veiligheid onderhevig is aan tijd en invloeden, aldus president Santokhi.